Italianus Live hedderkwielverf gieten. Ja, ik heb weer bloempotjes. Die ga ik gieten met verf. En aangezien ik ze niet weet of ik ze binnen of buiten ga zetten, doe ik er geen siliconen in, zodat ik het eventueel, althans dan is het makkelijker afwerken met een varnish, vernislaag. Je kan natuurlijk wel siliconen doen, dan kan je het er weer van af gaan wassen. Maar, en trouwens, ik wil de ringpoor doen en die vind ik mooier zonder siliconen. Ik leg deze hieronder en hier zit het gaatje in. Dat ga ik bewust niet afplakken, want ik ben heel benieuwd hoe het verf hier doorheen valt. En ik heb vandaag in de aanbieding, de kleur oranje, de kleur groen, de kleur rood, of voor mij is het rood, ik zie het niet precies. Toch nog even een kleurtje, zie ik één in mijn ooghoek, dat is wel makkelijk. Ik heb er allemaal voorgemengde verf staan, maar dan wist ik net even niet welke kleur ik wil. Ja, en dan moet je dat altijd even testen, want mijn verf kan echt maanden staan of de substantie goed is. En ik weet niet of jullie het zien, want ik zie jullie helemaal met ogen buigen. Ja, die is ook goed. Oké, dus die kleuren vind ik samen wel mooi, denk ik, hoop ik. Maar nou wil ik toch, ik had ook van die andere kleur groen, of is het, nee, dit is blauw. Waar is mijn, ik wil toch nog een beetje andere kleur groen erin. Ja, oké, we gaan gewoon beginnen. Ik ga de kleuren in die beker doen en dat doe ik gewoon versneld. Alleen, normaal giet ik ze hup van bovenuit erin en nu wil je toch een beetje die ringen hebben meer. Dus nu doe je het een beetje zo. Oh, maar dit komt er als laatste uit, bedenk ik me net. Dat is niet handig. Maar ja, maakt ook niet zoveel uit. Het verf zit dus nu hier in de beker. Ik heb deze niet behandeld. Een andere wil ik met de primer gaan inspuiten. En deze ga ik eens onbehandeld inspuiten. Om te kijken of die terracotta pot dus echt alles al opdingest. In principe zou je denken, voorkom dit gat. Maar in dit, hieronder ligt natuurlijk dit bakje. Dus ik ga hem niet, ja, ik ga wel een beetje voorkomen. Maar, en dan had ik gezien dat je dicht, oh, dan gaat meer in het potje, dat je dan dus, oh, het gaat niet zoals ik hoopte dat hij ging, want er gaat meer in het potje. Dan dat er omheen gaat. Tillen we hem gewoon even op. Hey, dat is wel heel veel voor een laagje verf. Oh. Maar ik vind hem wel heel, ik denk toch dat er in een kleur siliconen zit, maar ik vind hem wel heel donker worden hoor. Dus ik ga toch, al krijg je van die witte pitjes dan. Of ga ik er geen wit in doen? Ik twijfel. Jawel, ik vind hem te donker. Ik vind hem echt te donker. Ik vind hem echt te donker. Oké. Dag. Oh. Het lukt me niet. Oh, nu krijg ik spijt van het wit. Nou, mijn roze en mijn oranje en rood is weg. Oh, ik zie, ik denk even snel een video op te nemen. Gewoon een bloempotje te gieten. Maar het wit verknalt hem. Er zit ergens siliconen in waarvan ik dacht dat het er niet in zat. Vind ik deze mooi? Nee.
Dit vind ik niet mooi. Nee. Nee. Nou, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. En ik ben niet slim, want ik wil hem nu natuurlijk niet optillen omdat ik mijn vingers niet wil aanraken. Maar eronder ligt natuurlijk het bordje waar ik heel veel verf op gevangen is. Nou ja, het is er tenminste eentje. Het gaat om het idee, maar ik krijg het... Of ik denk het komt door mijn handen. Ik krijg het niet met kleine, rustige rondjes. Het gaat er niet uit. Alleen nou moet ik hem optillen. Want het potje staat eronder. En anders ligt er echt veel te veel op dat potje. En... ik ga dat zo optillen trouwens. Ach. Kijk, want daar zit nu natuurlijk gewoon te veel in. Zie je? Dit is gewoon echt te veel. Mijn bekertje. Ja, ik draai hem even, zodat... Oeh, dit is wel lastig, zodat al die randen ook... Aan de ene kant dacht ik, hij wordt lelijk. Ja, het is zonder dat ik mijn roos en mijn rood en mijn oranje niet meer zie. Dus ik ga hier wel een volgende... Oh nee, hij komt hier er doorheen. Dus ik ga wel een volgende ermee maken. Maar... en hij zit toch in een kleur siliconen. En ik vind dit eigenlijk toch wel heel erg mooi. Dat ik denk dat ik dit bakje maar apart als schoteltje ga bewaren. Dan heb ik het idee van in plaats van een bloempotje erop te zetten. Kijk. Ik vind hem toch wel een heel aparte video wordt dit. Ik moet daar even mijn... mijn brander moet daar nog heel even overheen. Ik zet hem hierop. Nou, die zet ik heel even aan de kant. Ja, ik moest wel het witte bij, anders werd hij gewoon te donker. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Maar ik denk als hij opgedroogd is, dat het dan wel een heel mooi bloempotje wordt. Heb ik het idee van. Nou ja, up. Maar ik denk dat ik dit schoteltje niet als schoteltje voor onder mijn potje ga gebruiken. Ik denk dat ik dit als schoteltje ga gebruiken, als onderzetter ga gebruiken. Dat ik dit heel lang laat drogen en dan met een beetje kunstdraad dit afwerkt. En dan wordt dit gewoon een onderzetter, want ik vind deze dus wel echt heel mooi. En hier komen dus wel die kleuren in terug. Dus die gaat ook drogen.